een chamelaar zelf. Goedemorgen. Goed slapen. Ja, dat doe ik wel even. Sinds ik in de buim ben, heb ik weer geslapen. Oh jee. Nou, ik slaap ook altijd goed, dus. Ja. Goed om weer hier te zijn. Ja, ik ben benieuwd. Ja, echt een van de allereerste keren dat ik in contact kwam met een kunstenaar was toen mijn ouders 10 jaar getrouwd waren en van hun ouders en schoonouders geld hadden gekregen om een schilderij voor boven de bank te kopen. Zo togen wij dus op een zaterdagmiddag naar het Gennepelpark, naar het Berkenhuisje, wat overigens nog steeds er staat, naar Pierre Jacobs, een echte kunstenaar. Het grap was dat mijn vader ook Pierre heette, dus het was Pierre. En ontzettend ontspannen sfeer. En uiteindelijk had mijn vader zijn oog laten vallen op een Brabants vennetje met berkenbomen. En toen kwam het over de centen natuurlijk. En mijn vader zei, nou, dit is wat ik heb, Pierre. Ja, maar Pierre, dat is niet genoeg, hè. Ja, ik heb niet meer, dit is wat ik heb, Pierre. Ja, Pierre, nou, ja, dan gaat het niet door, zei onze Pierre. Jawel, zei Pierre, de schilder. Hij pakte het doek en sneed het te midden door. Alsjeblieft, voor dit geld mag je dit schilderij hebben. Ik vond het wel, ja, je zou nou zeggen, cool, maar ik vond het verbijsterend. Ik vond het zo makkelijk dat je, ja, met geld omging. En je had ook het gevoel dat die man helemaal... los stond van de wereld, van de maatschappij. Dat stond mij wel aan. Het stond al eigenlijk vast, ook in de familie werd het alom... Pieter, daar wordt een kunstenaar. Ik kreeg van mijn oma ook een Franse beret, want zij was naar Lourdes geweest. En ik kreeg een echte beret. Ik was eigenlijk altijd vrij... voorlijk in de zin van dat ik trok eigenlijk altijd met oudere mensen op. Bijvoorbeeld Ad Snijders, die hadden een café, toen was ik 13 of zo, mocht er waarschijnlijk niet eens komen. De Volksbond, proeflokaal voor de werkende stand. En dat was een soort kunstenaarscafé. Dus ik was nog voor de Mammoetwet, dus ik was de Mulo. En toen kon ik dus naar de HAVO gaan, want het was Mammoet, dus het werd veranderd HAVO. En ik had me ook, dat had tenminste Jan Koer, dat was de directeur van de SKVJ destijds. Die zag wel iets waarschijnlijk in mij. Die had me aangemeld op de academie in Den Bosch. En daar werd ik aangenomen. Terwijl je eigenlijk HBS of HAVO nodig had. En ik was ook wel erg jong. Ik was net 16. Maar toch, mijn ouders hebben me er altijd gesteund. Ze zei, zou je niet toch niet eerst HAVO? Ik zeg, nee, dit is wat ik wil. Dus wilde ik al van de 5e klas van de lagere school. En zo gezegd, zo gedaan. Toen bleek dat de buurjongen, de straat verder, René Daniels, die was ook aangenomen op de academie in Den Bosch. Dus wij gingen vanaf de eerste dag, in het DAFje van René, elke dag naar de academie. Omdat we nog thuis woonden bij onze vaders en moeders, werden wij gewoon om 8 uur uit bed getrommeld en we togen naar Amsterdam, of naar Den Bosch. Wij waren werkelijk de vlijtigste leerlingen van de academie op dat moment. We waren altijd op tijd en zo. Maar dat heeft me echt, dat was fantastisch. Ik was net 16, René en Frank van den Broek, die waren denk ik 19 en 21 of zo. En René wist toen al heel veel over kunst en over reuning. En dan gingen we steeds in dat DAFje en op en neer over de provinciale weg naar Den Bosch. En ja, dat werd steeds gekker.
Daar zat een overweg in en het begon dat iemand begon te bibberen. Op plaats zat de hele auto te schudden en zo. En ook was donderdag hadden wij theoriedag. En dan hadden niemand zei iets, maar dan ineens sloegen we linksaf in plaats van rechtsaf naar de academie. En dan gingen we naar Amsterdam. Want we dachten van ja, theoriedag, praktijkdag in Amsterdam, naar Stedelijk, naar een aantal galeries. Naar de cafés natuurlijk ook, elders en zo. Daar zagen we appel en daar zagen we Corneille zitten aan een kopje koffie. Dat was, ja, dat heeft me wel gevormd. In 1977 doe ik eindexamen. Dan was het geval dat ik in het laatste jaar heel erg naast de kunst, die ik gewoon ik maakte etsen en ik was heel erg spiritueel. Mede door een aantal vrienden kwamen we terecht bij Krishnamurti. We gingen naar een Grieks eiland waar een aantal filosofen en goeroes zaten. Dat stond wel haaks op mijn andere vrienden en collega's op de academie, die allemaal gepland hadden op na de academie. Stantepé en atelier in Amsterdam, daar moest je wezen. Nou, ik had toch even nog iets anders te doen, want ik wilde naar een ashram in India. Een soort klooster. Nou, een klooster. Ja, zei ik, maar het is toch niet een echt klooster. Maar, ja, dat was de Bhagwan, Osho. Hoe kom je daar? Met een verbouwde bus zijn we eerst naar Athene, toen Istanbul, steeds maar verder. Maar mijn reisgenoot die had in Afghanistan ineens genoeg voor mij. Want ik herinnerde hem te veel aan thuis. En hij was vertrokken met liefdesverdriet en hij wilde daar even overheen komen. Dus daar stond ik in Herat. En diezelfde avond leerde ik twee meisjes kennen uit Californië, Lahore, en die ging een paard kopen. Nou wil het geval dat ik toen ik 12 was, kampioen dressuur was bij Mikkers hier op de Gennepenweg. Dus ik wist wel iets van paarden en ik zeg ik ga mee. Het gebeurde dus dat ik op de paardenmarkt in Herat, Afghanistan, moet je wel denken, nog geen Taliban of iets te zien. En we kochten alle drie een paard voor ieder $100. En we zijn een maand door Afghanistan gereisd. Van Herat, helemaal omhoog naar Bandi Amir en dan weer terug naar Kabul. En in Kabul hebben we dat paard weer verkocht. Ik ben verder gereisd naar Bhagwan. Ik heb ongeveer 6 maanden bij Bhagwan gezeten. In Pune. De eerste keer dat ik daar een contact was met Bhagwan, heette Darshan. Daar heb ik hier een klein fotootje van hangen. En toen zei hij, you're a man of graphics and you can print. En ik zei, ja, jawel, I'm graduated in that. Can you put up a print shop for me? Nou, hoe mooi kan je het hebben? Dus ik mocht een zeefdrukkerij opzetten in de ashram. Ja, dat was echt pionierswerk. Ik had een zeefdruktafel gemaakt met een Hoover stofzuiger. En een sari als eerste zeefdruk, als raam. En ja, gewoon. Na 3 maanden was ik behoorlijk ver. We drukten affiches, we drukten t-shirts. I was like the king of the ashram. Nou, en zo gaat dan het zen-gevoel. Bhagwan riep me weer, of Osho riep me weer bij hem. En hij zei,
It's all a meditation, Peter. Dave Adasso was my name at that point. And I think it's time to stop as the producer of the graphics. And I thought it's very good for you to work in the kitchen and the toilet cleaning. So, bang, boom, boom. Dat was echt een ongelooflijke goede les in mijn leven. Daar heb ik echt later nog heel veel aan gehad. See it as a meditation, Peter. Ja, ik ben misschien een beetje flauw in, maar dat trok ik toch niet hoor. Van een drukkerij runnen, dan toiletten schoon te maken, dat trok ik niet. Dus ik ben weer vertrokken bij de ashram. Ik heb er heel veel fijne herinneringen aan. En ik was ben naar Nepal gegaan om te wandelen. Niet de berg klimmen, maar ik heb de route genomen, de wandelroute naar de basiskamp van de Mount Everest. Op die route kom ik diezelfde meisjes uit La Jolla tegen, Californië. Maar ik was altijd heel voorzichtig in India en zo. En ik heb eigenlijk in India ook helemaal geen... wel eens een keer diarree, maar voor de rest niks. Maar daar op de basiskamp word ik me toch een partij ziek. En wij zijn koorslags met een helikoptertje, dat was toen niet zo duur hoor, terug naar Kathmandu. En daar hebben we een kamer gehuurd in een hotel, uitkijkend op de stupa van Kathmandu en met z'n drieën. Maar die meisjes die moesten na 2 dagen terug naar Delhi, want die moesten een vlucht komen. Maar ik kon absoluut niet in de trein of in dingen, want als je amoebedysenterie hebt, dan weet je dat. Dus ik bleef. En toen lag ik dus op die kamer, eigenlijk de mooiste kamer van het hotel. En ik werd maar zieker en zieker en ik had alleen maar lysies en rijstwater. Dan had ik op de track daarnaartoe had ik ook een Australische dokter leren kennen. En dat is wel belangrijk. Dus... De hotelmanager komt en die zegt, maar vind je het erg als ik je kamer verkoop, want het is een 3-persoons en zo. Als jij naar een 1-persoons, ik maakte mij geen reet uit, ik had ook net zo goed. Ik weet ook niet of ik nou 2 of 3 weken of hoe lang ik in dat hotelkamer heb gelegen. Maar in ieder geval, zegt hij, dan laat ik even de nieuwe gasten de kamer zien. Als ze het dan willen, dan verhuis ik je naar een kleiner kamertje. Dan gaat de deur open en ik zie die Australische arts waar ik mee gewandeld had. En die kijkt zo leeg in de kamer en die ziet, daar zag je wel meer, een junkie of... hij herkent me absoluut niet. Dus ik zeg, hey David, it's me. Who is you? Ik zeg, this is Peter from Eindhoven. My God, man, what happened to you? Het was echt mijn redding, want... Hij heeft me meteen meegenomen naar een missiehospitaal, 30 kilometer buiten Kathmandu. En daar was ik na 2 dagen penicilline weer erbovenop. Anders had ik het loodje gelaten daar onder de lichiebomen van Kathmandu. Thank you.
Dus een aantal jaren in Frankrijk gewoond, na ik terugkom uit India. Ook nog even op Amorgos, een heel mooi Grieks eiland. En op een gegeven moment in de herfst kom ik terug bij mijn ouders hier in de Staringstraat. En mijn moeder zegt, het terrein van aannemer Vermeijlen, de afgebroken huizen, is te huur. Jij wou toch een atelier beginnen hier of zo? Dus ik ben eens gaan kijken met twee andere vrienden. En ja, dat was duur. Het was een totale ruïne. En in tegenstelling tot de meeste kunstenaars die kraakten, de fabriek onder andere, Aorta, overal, gingen wij de confrontatie aan om het terrein te huren voor 650 gulden per maand. Een gigantisch bedrag toen. En we hebben het in 3 maanden tijd met behulp van heel veel kunstenaars en vrienden opgeknapt. Allemaal ramen, dingen. Nou ja, goed. En vanaf het begin af aan was eigenlijk wel de bedoeling dat er ook een expositieruimte bij die ateliers kwam. Voor onszelf, maar we hadden ook wel een beetje, niet uit commercieel opzicht, maar gewoon dat we contact met andere kunstenaars wilden. Dus al snel ontstond er een kleine galerie. Dat was hier die pijpelaar op de Gerstenstraat. Inderdaad, echt vroeger nog een echt pijpelaartje. En dat was dan wel raar, want ik was zeefdrukker en druk. Dus het was voor mij heel simpel om een affiche te drukken bij de tentoonstelling. En dus dat deed ik. Ik drukte gewoon 50 vel in 2 of 3 kleuren affiche. Dat was wel chic, maar dat kostte niet zoveel voor mij, want ja, alleen maar papier en inkt en zo. En kwam een verzamelaar, Piet van de Bomen uit Waalre. En die zei van, ik wil wel 5 van die affiches kopen. Wat kosten ze? We hadden er niet eens over nagedacht. Ik zeg, ja, doe maar 10 per stuk of zo. Goed, hij koopt die dingen, gaat naar de kunstenaar en zegt, wil je ze even signeren? En ja, dus, ineens 7 prenten. En toen dacht ik, ja, dan kan ik de volgende keer ook. Dan drukken ze op iets dikker papier, laten ze signeren en nummeren en dan hebben we een uitgave. Dat was eigenlijk het idee. Dat is uitgegroeid tot dat ik uiteindelijk in het Van Abbehuis een behoorlijk gerenommeerde grote galerie en uitgeverij had. Ik heb samengewerkt met internationale kunstenaars als Richard Long, Marina Abramovic, maar ook Armando, ja, you name it. In het Van Abbehuis, die galerie die we daar hadden en uitgeverij, die was vooral gebaseerd op een contract dat we hadden met 15 vaste afnemers die elke 2 maanden een grote print die we produceerden, of ik produceerde, van een gerenommeerde kunstenaar. En voor een vast bedrag per jaar namen hun die print af. De enige clausule als ze er onderuit zouden kunnen komen was als ze hun eigen collectie zouden verkopen. Wat wij dachten dat dat nooit zou gebeuren. De ING gaat toch niet een grafiekcollectie verkopen. Nee. Maar in 2008, toen de crisis werd, massaal stoten allerlei Rabobank, alle de, hoe heet die,
uitzendbureau, een heel groot uitzendbureau. Allemaal stoten ze hun collectie af. En zaten wij nog wel met contracten met kunstenaars, maar zonder inkomen. Dat was niet leuk. Dat was, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik even terugviel op mijn, ja, heel diep. Ik moest mijzelf failliet laten verklaren. Ja, ik zat ineens zonder werk, zonder dingen. Ik dacht, dat komt wel goed, maar dat kwam niet goed. De crisis die sloeg echt hard erin. Ik was ook heel teleurgesteld in de kunstwereld en in de kunstenaars waar ik toch mee samen had gewerkt. En ja, ik heb daar weinig sympathie en dingen van gehad. Dus ik heb me eigenlijk een soort teruggetrokken, een soort hermit. Filmnet en boeken en wandelen en fijn veel wijn drinken. En contemplatie. Maar kunst was op eventjes helemaal niet aan de orde. Maar dat werd toch ook erg moeilijk, ook omdat er geen geld binnenkwam. Want je kunt, ik had een eigen huis en dan moet je er eerst op eten, ja. Maar het huis was ook mijn cocon waar ik me veilig in voelde. En dus op een gegeven moment, 3 jaar geleden, dacht ik, nou is genoeg geweest. Geen en bang. En ik ben vanaf die dag gaan werken, eerst mijn oude prenten opgepakt en zo ben ik langzaam. En nu werk ik vrijwel elke nacht. En er is zicht op een soort comeback van Pieter Alewijns. Grote tentoonstelling in december, januari. A dream comes true. Hij trekt een lange neus, snap je? Dat is toch een uitdrukking?